للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ جميع القيود أو التدابير الآتية أو بعضها، وأن يحيل مخالفيها إلى المحاكم العسكرية. توقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطياً، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال. Dit artikel wordt door de veiligheidsdienst in Syrië regelmatig gebruikt om mensen te arresteren. Duizenden worden er opgepakt. Ze worden dan vaak jarenlang vastgehouden, zonder aanklacht of proces. De noodtoestand is in 1963 uitgeroepen. De bevolking van Syrië leeft dus al 27 jaar met speciale noodwetten. Wetten waarin de vrijheden van de burgers niet bestaan. Op 31 maart 1980 organiseert een groep advocaten een proteststaking. Ze vinden dat de noodtoestand moet worden opgeheven, de bevolking weer sociale en politieke rechten moet krijgen en politieke gevangenen moeten worden vrijgelaten. Ingenieurs, medici en verschillende beroepsorganisaties sluiten zich bij de staking aan. In de daaropvolgende dagen worden er honderden gearresteerd. Een van hen is de arts Ahisha Kutash. Het is dus alweer 10 jaar geleden dat ze is gearresteerd. Daarna heeft nooit meer iemand iets van haar gehoord. De Syrische autoriteiten zwijgen. Amnesty International zwijgt niet. Al 10 jaar probeert de organisatie antwoord te krijgen op de volgende vraag. Waar is Ahisha Kutash? Zit ze nog steeds in de gevangenis? Is er een aanklacht tegen haar ingediend? Heeft Ahisha Kutash een proces gehad? Op deze vragen zoekt Amnesty een antwoord. En Amnesty zal dat blijven doen, zolang het nodig is. U kunt Amnesty International steunen. Word vanavond nog lid. U kunt ons tot 12 uur bellen. 06 321 22 50. VPRO Cinema presenteert nu Hersenschimmen, een film van Hedy Honingman naar de gelijknamige roman van J. Berndev, met in de hoofdrollen Joop Admiraal en Marja Kok. Kijkt u naar Hersenschimmen.